Tuschinski heeft de rode loper uitgerold, want na 2 jaar wachten is het eindelijk zover. De première van alweer de 24ste Bondfilm. En daar hoort natuurlijk een grande entree bij. Maar dit keer laat ik me niet vervoeren. Nee, deze Bondgirl vervoert zichzelf in deze exclusieve Jaguar F-Type. De naam is Van der Laar, Irene van der Laar. Past beter bij je? De bad guy of de charmante James Bond? Ik hoop de charmante James Bond, maar ja, ik bedoel, dat willen we allemaal. Dat willen alle jongens. Ja, welke skills vind jij nou het meest dat je denkt, nou, daar ben ik wel jaloers op, van James? Wat ik knap vind is als hij in een rubber pak uit een kolkende rivier komt gekropen en hij ritst het open, dat hij dan helemaal toppie boppie is. Ja. Het is de mix van de mooie vrouwen, de mooie auto's, de vechtpartijtjes, het hele, ja, het is de hele soep. Alles bij elkaar. Want iedere keer weer weet de regisseur en het team, het Bondteam, er echt iets nieuws van te maken. Iets wat past bij deze tijd. En ik vond het ook heel leuk om een mannenpak, zeg maar, een beetje vrouwelijk te maken. This organization. Do you know what it's called? Its name is Spectre. Gewoon de perfecte James Bond film. Spannend, er zat een beetje liefde in, er zat wat seksuele spanning in. Heel veel sensatie, een hele goede bad guy en de crime was modern. Het was moderne crime, het was crime zoals jullie dat nu kunt voorstellen. Dus eigenlijk een perfecte James Bond film. Een beetje ontsnapping uit de realiteit, zeg maar. Eén man die dit allemaal overleeft en allemaal kan. En we hopen eigenlijk met de toestand van de wereld dat er een soort James Bond is die ons van alles verlost. En ja, hij heeft net een beetje zo die mix tussen een gentleman en dat rauwe randje wat denk ik heel veel mensen aanspreekt. Het is natuurlijk stoïcijns en hij is stoer. Kijk, waar vroeger zeg maar Roger Moore nog wel eens een knipoogje gaf of een lachje, hij verroert zich niet. Hij blijft in die rol en dat vind ik dan ook wel weer heel erg tekenend, zeg maar. Dus een goede acteur. Richard, welke skills van James Bond zou jij jezelf willen toedichten? Nou, ik kan, het ziet er niet naar uit, maar ik kan me redelijk goed kleden af en toe. Als ik een pak zie, zie ik er ook wel redelijk oké uit. Dat is denk ik het enige. Maar... Hij heeft nooit een blauw oog, is me opgevallen. Hij werd helemaal met elkaar gerost in die trein. Ik heb ook nooit een blauw oog. Hey, en weer een overeenkomst. Ja. Ja, je houdt van mannen, maar wat vind je van de Bond-vrouwen? Ook niks. Vind je ook niks? Ik vind haar, ik begrijp dat het voor een man... best wel een geil grietje, want ze heeft een prachtig figuurtje. Maar ze keek altijd zo zagrijnig en zo. Natuurlijk is dat de rol. Ik vond dat ze een prachtige jurk aan had. Maar ik vond dan niet echt dat ik zeg, goh, echt een lekker geil bondwijf. Dan kijk ik, ik heb wel een bril, maar mijn ogen zijn nog goed hoor. Ik denk dat het een beetje de Bond is waar je mee opgroeit. Ik heb zelf mijn scènes gedaan met Pierce Brosnan in Tomorrow Never Dies. En dat is een hele aardige man, maar ook een beetje Ken en Barbie. Weet je, echt een beetje zo... Plastic. Ja, maar een heel ander soort bond, een veel grappigere bond. Dit is gewoon een soort van Poolse metselaar, weet je wel. En van hem kan je voorstellen dat hij echt de wereld redt. Dat zag ik Pierce eerlijk gezegd nog niet echt doen. Als ik uit alle voorgaande bonds zou moeten kiezen, dan denk ik dat ik toch uitkom bij Sean Connery of Roger Moore. Dat dacht ik ook.